jongens, ik ben er weer in, CG Denske en vandaag een video met live Call of Duty Ghost gameplay. En toevallig las ik laatst een comment van iemand die zei van hey Dennis, misschien is het leuk om een keer weer wat gun game te spelen op Call of Duty Ghost. En toen dacht ik van hey, weet je wel, eigenlijk speelt niemand dat, dus weet je wel, ik ga het gewoon recorden. En hier is de gameplay dus. In ieder geval, misschien dat het ook geinig is om hier zo nu en dan een soort van een serietje wat te maken. Gewoon tussendoor een keer wat matches en dan gewoon meerdere in één video. Want één match is volgens mij vrij kort, ik weet niet hoe lang één match duurt. Maar je hoeft maar 17 kills te maken en meestal gaat dat vrij snel. Je hebt natuurlijk best wel een grote map. Dit is ook een iets grotere map dan die in de game zit. Er zijn wel kleiner natuurlijk. Maar deze map moet het op zich goed gaan. We beginnen gelijk met een kutpistool. Ik haat pistool. In dit spel vind ik pistools echt poep. Ik zweer het je. En dit ding is ook poep. Ik weet niet wat ik erg vind. Pistool of ding. Oh nee, ik zat vast in de muur. Of in de muur met mijn benen tegen dat ding aan. Ik kon niet draaien. Fuck off. Maar ik hou challenge bij. Lol, spawn is unreal. Woehoe. We hebben ook geen focus, hè. Dat is het mooiste. Heb je nou met een pistooltje? Waarom? Waarom? Ik vind het zo irritant, hè. Hier heb je geen dead silence. Dus ik heb nou mijn eigen voetstap, zeg maar, keihard staan. En dan heb ik heel naïef dat iemand achter me aanloopt. Alleen, dat is helemaal niet zo. Dus waarschijnlijk zou ik daar ook wel een paar keer onnodig heel achter me kijken. Omdat ik dan denk dat ik, of dat er iemand achter me aanloopt, maar dat ben ik dan. Ik probeer echt te luisteren of ik iemand hoor, maar dat is dan weer... Al die dingen die maken als een random geluid. Dit maakt ook allemaal geluid. Wie verzint zoiets? Het is de wind. Let's go. Oké, je kunt maar harder mee lopen. Ja, maar dat is een domme scope of zit. Ik denk, wil ik eigenlijk niet eens gebruiken. Oh, let's go, let's go. Waar ben je nou? Waar ben je nou? Oh, daar. Hier. Nee, 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 ga niet weg. Oh, zuiver. Nee, ik had de kill gejat. Ik zag het niet. De wapen hield hij helemaal voorover. Dus ik kon niet eens zien waar die kerel liep. Let's go, come on. Hij heeft precies dezelfde wapen. Nee, is dat voor? Wat een klootzak. Ik denk, hey, ik heb RPG. Oh, leuk, spawn man. Call of Duty. Ga je gang, goed bezig. En sterven. Come on, ik weet dus. Mijn spawn is dat te aimen. En dat deed je inderdaad. Beetje jammer dat het zo werkt. Ik ga gelijk achter me kijken, want er spawnt waarschijnlijk iemand een meter achter mij. Ik weet niet of die kerel dan nog steeds dit campen. Eigenlijk zou ik hem zo moeten hebben, dat fucking awesome zijn. Die kerel die wint daar ook nog. Kijk die punten van hem. 14. Let's go. Dat laten we natuurlijk niet gebeuren. Comeback, comeback. Comeback challenge. Dit is geen comeback challenge. Maar ja, we staan wel achter, maar... Echt, een comeback challenge is natuurlijk... Als je... Gewoon later in de match komt. Maar waar zijn die mensen? Oh, daar. Let's go. Hier, jongen. Eet maar shotgun. Eentje van rechts. Ik hoor hem lopen. Voor het eerst. Oh, let's go. Nog één kill. Nee, nee, twee shit. Ik moet ook nog iemand knijven. Oh, shit. Er zit iemand te campen. Ja, hé, hey, dat gaat het niet worden, vriend. Ik heb geen steady aim. Dat gaat het niet worden. Hij moet nog één keer met zijn knife. Dat mag ik eigenlijk niet laten gebeuren. Dit moet ik eigenlijk nog winnen. Oh, let's go. Let's go. Yes. Oh, ik heb die kerel genaaid. 18 om 7. Holy fuck, die kerel, jongen. Die voelt zich kut, jongens. Maar, je ziet niet eens dat ik schiet, trouwens. In ieder geval, ik zie jullie zo meteen in de volgende match. Deze was vet, jongens. Oké, het was geen goede score, maar wel mooi dat ik het eigenlijk nog heb gewonnen. Dus fuck die Wesley. En ik zie jullie zo meteen in de volgende match. Tot zo. Hey jongens, daar ben ik weer. En we hebben nou een andere lobby gejoind. En het is alweer begonnen, heel fijn. Maar in ieder geval, we kregen net de Prison Break. En Prison Break is echt veel te groot om op te spelen. En dit is stom, wat ik nou doe. Dit is stom. Ik ga niet challengen. Fuck hem, ik ben weak. Ik heb maar 6 kills. Damn, ding is... Oh shit. Nee, nee. Nee, wat? Ik raak hem 2 burst. What the fuck? Oké, in ieder geval die match van net. Ik was geliefd, want we kwamen in de lobby. We kregen Prison Break. Prison Break is veel te groot. Ik heb die map van strak ook al een keertje eerder gehad toen ik dit speelde. En het is gewoon niet leuk om op die map te spelen. Het is gewoon één ultieme camp map. En... Hier zit iemand. What? En nou krijg ik hem 1 burst. Net had ik iemand van dichtbij echt gewoon... 30 centimeter afstand schiet ik hem 2 bursts in zijn gezicht. En dan zeg ik, nou, doet me niks. Let's go. Ik weet niet of de kerel dood is of niet. Dat is altijd zo moeilijk, hè. Je weet nooit of die mensen, dus die mensen uiteindelijk dood hebben geschoten. Oh, lol. Die was lelijk, de kill. En ik kan zeggen, ik gooi hem lopen. Ja, dit is allemaal veel te lang. Dit, wat schiet nou? Jezus. Nog iemand. Wat? Dit ding single shot? We krijgen allemaal voor random wapens. En dat vind ik leuk aan deze gun game vergeleken met die van Black Ops, is dat je hier allerlei random shit krijgt. En eerst was altijd zo'n standaard volgorde. Dat is wel leuk en zo, dat is handig.
Maar het verveelt heel snel. En nu heb je constant andere wapens. Je hebt iedere keer een verrassing, zeg maar. Net op tijd switch. Ik hoorde hem al aankomen lopen. Kijk, weer moet worden. Nou, maar er komt wel iemand. Van beneden dan. Oh, nee, het is shotgun. Nee, wat ge... Oh, het was shotgun. Nee, ik zag ineens een vector in zijn handen. Huh? Maar natuurlijk switchen van wapen. Ik denk weer veel te traag, man. Dan kan nog net zo goed gaan springen. Hoor ik hem door het water heen rennen? Denk het wel, hè? Daar rennen. Hij ging linksaf. Let's go. Nooit achter mensen aanrennen. Het is heel stom, maar toch doe ik het. En ik loop altijd verkeerd. Oh mijn fucking god, mijn aim. Ja, ik heb vandaag bijna geen Call of Duty gespeeld. Ik heb net een paar potjes dan Gun Game gedaan. Gewoon om eventjes te kijken hoe het is. En dat, weet je wat, het is op zich wel geinig om te recorden. Dus ik denk, nou, bij deze record dus voor jullie matchje. En die kerel die overleeft even een RPG 2 centimeter van zijn voeten. En komt hij erboven. Hoppakee, daar kwam er volgens mij in omhoog klimmen. Nee, was dat niet raak? Lol. Ja, dat duurt zo lang erin zoomen. Dus ik ben gewend dat ik dan al geschoten heb. Maar je hebt hier geen quick draw. Of hoe dat ook heet. Dat heet hier geen quick draw. What the fuck doe jij? Oké, mooi dat je AFK bent. Want ik schrok me eigenlijk kapot. Het duurt echt lang erin zoomen met zo'n sniper in de gun game. Omdat je dus volgens mij geen perks. Of in ieder geval, je hebt er niet veel. Dus dat zal het verschil uitmaken natuurlijk. Wacht voor mij. Niet zo snel rennen. Ja, jezus, waarom rent hij er voor mij? Rent volgens mij achter mij aan zelfs. Hopelijk hoort die kerel maar niet. Volgens mij niet, want anders zou hij omgedraaid hebben. Onder mij eentje. Oké, okay, come on, come on, come on. Die kerel gaat weer net omhoog. Jezus, ik blijf eruit lopen. Deze map is op zich wel grappig voor deze game mode. Dit is tenminste een beetje een compacte map. Als ik net al zei, die ene map die is gewoon veel te groot. Die Prison Break. Dat is echt niet leuk om te spelen. Iedereen die gaat dan maar in het gras liggen, want je hebt overal natuurlijk dat gras. Je ziet ze nergens. Of ze gaan op die heel campen. Fuck! Waarom net die enige met de shotgun? Er zijn twee shotguns. Deze en degene die het bij het begin krijgt. Oh, wow, dat ding schiet ver. Dat is wel nice. De grap is nou juist dat ik dus een kleine map speel en ik kom nog bijna geen mensen tegen. Laat staan dat ik dus een grote map had gehad. Dat was één grote ellende geweest. Oh mijn god. Oh, ik denk ze zullen wel omhoog komen. Oh jongen, wow. What the fuck gebeurde daar? Lag match? Maar ja, in ieder geval, we spelen wel beter als net qua score tenminste. Net was een beetje... slecht, alleen we hadden wel iemand die redelijk goed was. En we hadden gelukkig nog van gewonnen. Dus dat is nou net de grap. Oh shit. Ja, wat is dat? Ik heb serieus een headset op. Niemand heeft Dead Silence. En dit kereltje was gewoon niet te horen. En dat komt waarschijnlijk omdat ik mijn eigen voetstappen dus constant hoor. En ik praat er ook doorheen, maar... Ik kan ook helemaal stil gaan zijn. Maar dan komen mijn eigen voetstappen er nog bovenuit. Ik probeer te luisteren, ik hoor helemaal niks. Hier misschien ergens. Hallo. Ah, hier boven. Mooi, hier moeten we zijn. Weet dat ik nou een rug gesniped hoor? Wow, dit duurt echt lang, snipe. Oh shit, weer. Dit is veel te lang om met die wapens te schieten in dit spel. Nee, ik hoor niks. Het kan natuurlijk ook een teken zijn dat er gewoon iemand ergens zit te wachten of te lean of zo. Op zich zou er wel een goede game mode zijn om te gaan leanen voor je kills. Alleen ja, oh, één lean kill maken met de wapen wat je krijgt. Dat schiet ook niet echt op. Linkkills zijn al sowieso gehalveerd, want eerst was het altijd veel meer. Dus het is echt makkelijk om wapenschouw te halen. Ik heb er laatst ook weer een paar gehaald. De Vector en de R5. Come on. Nee, wat? Ik gooi zo en mijn tronk naar uit en vliegt achteruit. Ik weet niet of jullie het zagen. Maar zou ik zeggen, spoel terug. What the fuck? Spoel terug uit. Nee. Ik kan daar niet door. Come on. Nee, wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Oh, dan ben ik fucked. Ja. Ik ben fucked. Rennen. Hopelijk kan ik die vent dol. Ik denk het niet. Hij zal er niet zo stom zijn dat hij nou gewoon niet weet dat ik van deze kant gekomen. Oké, daar liep hij. Hopelijk kan ik even Throne Knife vinden. Of die lag hier ergens. Oké, ik kan hem niet vinden. Hopelijk. En... Nee. Kom hier. Niet zo snel. Ik ren zo hard als ik kan. Hè? Jezus. 18 om 6. 3-0 KD, is niks mis mee natuurlijk. Verder is de enemy 1 om 10, maar wauw jongens. We spelen een kleine map, komen nog geen mensen tegen. Wat is dit voor ellende? En ik kan hem niet eens inhalen, ik heb een knife. Hij heeft een shotgun die zo groot is, what the fuck. Maar in ieder geval, ik laat die bij. Ik ga zo meteen eventjes voor jullie Facecam vrijdag recorden op Call of Duty Black Ops 2. Maar ik dacht van, weet je wat, ik doe ook eventjes wat Ghost recorden gewoon. Omdat ik dan nog gewoon Ghost kan uploaden natuurlijk. En als schutters komt er ook nog GTA Online. Dus dat is een beetje de planning voor vandaag. 3 video's dus. En ik kap het hierbij af.
In ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ze nu dan een keertje van Gun Game te storen. Het is wel echt een heel laag tempo dit. En dat is heel raar. Want je hebt, ja... Ik bedoel, je hebt... Geen van alle silence wapens. Of heb je die wel? Trouwens, die kun je wel krijgen volgens mij, hè. Maar niet uit. In ieder geval, iedereen schiet maar wel. Niemand die doet tactisch. Iedereen rent maar gewoon rond. En toch kom ik niemand tegen. Of in ieder geval, ik ren rond. Ik weet niet wat die mensen doen. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat een like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. En hopelijk tot straks. Houdoe.